Jules Overgoor, je hebt onder andere gespeeld bij de Graafschap en vorig seizoen Go Ahead. Hoe ben je zo terechtgekomen? Ja, maandag hadden we het vervelende nieuws dat we gedegradeerd zijn. En dinsdag was al de eerste contacten met Cambuur met mijn zaakwaarnemer. En donderdag heb ik een gesprek gehad met de trainers. Ja, en dat sprak zo'n positief gevoel uit dat ik daardoor de keuze makkelijk was dat ik hier terecht ben gekomen. Ja, even voor degenen die je nog niet kennen, wat voor type speler ben je precies? Ja, ik ben een verdedigend middenvelder die voornamelijk aan de bal heel sterk is. Tactisch vermogen, goede paas, techniek. Verdedigend hard werkt en dat is wel een beetje typerend voor mij. En wat hoop je precies te bereiken bij Cambuur? Heb je nog bepaalde doelen voor jezelf gesteld? Nou ja, ik hoop hier gewoon ook weer, net als ik bij de Eagles ben, ik zeer gewaardeerd geweest door het publiek en door de staf. En dat hoop ik hier ook weer te bereiken. En in het algemeen met Cambuur, ze hebben dit jaar al een heel fantastisch seizoen gedraaid. En ik hoop het zelfs volgend jaar te overtreffen of in ieder geval te evenaren. Ja. Ja, Go Ahead en Cambuur zijn natuurlijk alle twee echte volksclubs. Is dat ook een reden dat je voor Cambuur hebt gekozen? Ja, het is wel, het past wel bij mij. Ik heb me ontzettend thuis gevoeld bij Go Ahead Eagles. En Cambuur is wel te vergelijken daarmee. En ik denk dat ik me ook hier zeker echt thuis zal voelen. En ik ben, ik hou wel van een goede sfeer en daar ben ik op mijn best. En daar is Cambuur een uitstekende mogelijkheid voor. Beetje zin in? Ja, heel erg zin in, ja.